Goed, ik wil, naar ja, de ik, andere, ik wil echt nu naar de andere oppositie als het kan. Want iedereen wil hier even over meepraten. Ik, 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 ik zie helemaal geen animo om mee te Nou, uh, ik wil toch even naar uh, meneer Wilders, want u spreekt liever over klimaatminaretten dan over uh, windmolens. Volgens mij gelooft ook niet heel erg in de verantwoordelijkheid van de mens voor klimaatverandering. Daarin heeft u de wetenschap niet aan uw kant. Maar los daarvan, wilt u überhaupt investeren in de groene energie? Nee, kijk, de stelling is al helemaal fout. Dat de burger profiteert te weinig van de energietransitie. De burger heeft alleen maar last van de energietransitie. Je ziet, dat koop maar eens een keer een huis wat gasloos moest zijn. Dat kost je tienduizenden euro's. Die heb je eerder je hypotheek afbetaald dan dat dat rendabel hebt gemaakt. Dus dat is onverstandig. Tegelijkertijd zie je dat we ook nog daardoor ontzettend veel de energierekening gaan stijgen. Door allemaal projecten die die verschrikkelijke windmolens moeten betalen. Heel het noorden wordt vol gepland. Met windmolens die slecht zijn voor het uitzicht, die lawaai maken, die zorgen dat voor de mensen thuis die daar wonen, dat hun huis minder waard wordt. Hou op met die gekkigheid. En ja. waar doen we het voor? We doen het zogenaamd om de CO2 terug te dringen, waar Nederland in de wereld in het totaal verantwoordelijk is voor 0,35% van de dalen van de CO2. Dus hou op met die gekkigheid, hou op met die windmolens, hou op met die huizen duurder maken en die energierekening verhogen en doe allemaal een Punt beetje normaal. Is